de vorige kabinet dat viel op basis van de toeslagenaffaire. Ja. En er veranderde helemaal niets in Nederland. Dat maakte de Nederlanders niets uit. Alle mensen die het goed hadden, stemden gewoon weer wat ze altijd hebben gedaan. Niemand had een sociaal gevoel. Niemand had het gevoel van dit gaat wel helemaal fout hier in dit land. Dat is toch gek? Ik vind echt dat je daarmee mensen tekort doet. Er zijn heel veel mensen die het goed hebben. En die zich ook zorgen maken over mensen die het niet goed hebben. Er zijn mensen die het minder goed hebben. Geloof je dat echt? Ja, zeker. 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 En ik weet zeker dat die ook hier aan tafel zit. Dat gekke is, gisteren was ik nog in de wandelgangen met Frans Timmermans. Die ontzettend blij was na afloop natuurlijk. Zei, leuke uitzending. Warm bad, zei hij ook nog. Maar die verbaasde zich enorm over die tussenstand van jullie. Ik denk dat we echt heel dicht bij elkaar staan. Dus het is echt een driestrijd op dit moment. Dus, en ik ben echt wel verrast dat de VVD nog zo hoog scoort. Had ik niet gedacht. Dan praten we nog even door. En toen zei hij ook, van, ja, voor een partij die zo weinig gedaan heeft op dat gebied eigenlijk... en zeker ook mensen in de kou heeft laten staan. Maar daar herken jij dus helemaal niet in. Nee, maar de kiezer herkent zich hier dus ook niet in. Hij is 2 maanden het land in geweest. Ik weet niet wie hij dan heeft gesproken, maar dan moet je beter luisteren naar. Hij heeft ondernemers gesproken die zeggen dat ze graag geld willen inleveren. Ja, maar... dat heb ik gehoord. Ik zag ook trouwens dat zijn doorrekening hier langskomen. Dat je een berekening aanhaalde of een analyse dat met het programma van Timmermans. Dat, Kees de Kort had dat berekend. Ja, zeker. Ja, dat de economie erop vooruit zou gaan. Maar het ding is, CPB heeft het doorgerekend komende 4 jaar. Als je 25 miljard ophaalt... Hè, bij het bedrijfsleven bedoel je? Dan... Als je 25 miljard ophaalt, als Timmermans zei... bij bedrijven, kleine ondernemers, grote ondernemers... de pensioenpotjes aanraakt, de spaarpotjes aanraakt... dan als het langer doorgerekend was geweest... en je ziet straks die effecten, ga je zien... het land wordt kapot belast. Dus ik heb daar heel weinig vertrouwen in, eerlijk gezegd. 25 miljard kan je niet genuanceerd in het land ophalen... bij een handjevol mensen die het heel erg goed hebben. Dat raakt iedereen. Dus ik vind dat je daar heel erg voorzichtig in moet zijn. En als het om de VVD gaat, wij zijn een brede volkspartij. Een volkspartij? Ja. Jullie zijn gewoon een elitepartij. Wij zijn de grootste onder ook de mensen die het minst verdienen. Ja, als je de grootste bent, dat kan ik niet controleren. Maar het lidmaatschap is zo duur dat mensen met een minimuminkomen die zullen niet lid van jullie zijn. Nou, nee hoor, het kan. Je kunt lid zijn, je kunt ook gewoon stemmen. Je kunt ook langskomen als je niet lid bent. Ik denk niet dat dat de drempel is. Het gaat erom, ben je er voor de mensen... die jou nodig hebben. En dat zijn mensen die... Ik had je verleden jaar nodig. Ik had je verleden jaar nodig. Hè? En dan komen de coalitieonderhandelingen... en Rutte die voelt aan van... ik sta niet zo sterk. Ik weet niet of jij bij die besprekingen gezeten hebt... de coalitiebesprekingen. Maar dan stem ik op de VVD. Ik geef hem het voordeel van de twijfel... en ik krijg het hele beleid van mevrouw Kaag. Nou, wacht even. Ik ben minister van Justitie en Veiligheid. En geloof me, wat ik 2 jaar lang uitvoer, is VVD-beleid. Ja, nou, jij. Maar ja. Het hele D66-programma sijpelde door uit de regering. Nee, maar dat is... Hij heeft gewoon veel te veel water bij de wijngemeente. Heeft die arrogante mevrouw Kaag heeft die alle vrijheid gegeven. Heeft ze echt gefaald. Als ik kijk naar waar ik bijvoorbeeld mee bezig ben geweest... vanuit veiligheid, vanuit het beschermen van de vrijheden die we hier hebben... dan is dat echt een klassiek VVD-verhaal geweest. Dus daar kan je dan... Maar toch is Ronald Koeman dat niet met je eens, heb ik gezegd. Ronald Koeman denkt er anders over. Ja, want op tv bent Johan Derksen dan... die zegt alles en dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ja. Want best wel veel dingen heeft hij wel gelijk. Ja. Best wel veel, maar niet Bas, alle. Neem jij volgende week een flesje whisky voor me mee? Ja, natuurlijk. Ik neem mee. Nee, maar ik bedoel, Johan zegt, hij is teleurgesteld over het feit... dat jullie wel heel veel de oren hebben laten hangen naar D66. Daar wordt D66 trouwens nu voor afgestraft, hè, voor de duidelijkheid. Nou ja, de vraag is of dat helemaal zo is gegaan, maar los daarvan... Zo heb ik het gevoeld. Maar los daarvan, want dat hebben we vorig jaar ook over gehad... toen heb ik ook gezegd, ik trek mij aan dat je als VVD-stemmer zegt... ik heb mij niet gehoord gevoeld. En dat is iets wat ik mij aantrek. En waar ik alles aan ga doen om dat op deze manier wel goed te doen. Nee, maar ik vind dat jij het goed doet. Ik vind zelfs dat jij het zo goed doet... dat je eigenlijk in het nieuwe kabinet weer minister van Justitie moet blijven. Dan krijg je continuïteit en anders komt er weer een nieuwe figuur. Ja, maar die ambitie heeft ze niet. Ze vindt zichzelf een goed leider, ze kan goed luisteren, ze wil dienen. Jawel, maar en ze kan misschien, die moeilijke misschien in nemen. Dat ze van een man met 2 keer zoveel levenservaring... eens een keer wat aan wil nemen. Ja. 3 keer. Ja, ja niet veel leuk. Nou ja. Ja ik pak hem even gewoon. Ja. Het is niet helemaal waar, maar ik pak hem wel. Ja. Maar kijk, ik vind echt...
als jij daar nog even in doorgaat, ik denk dat jij wel de toekomstige vrouwelijke minister-president wordt. Ik vind het eerlijk gezegd net te vroeg nog ook. Toch is dat weer niet consequent. We hebben even een compilatie gemaakt waarin je allerlei dingen over Dylan zegt. Die kan achternaam vooral heel goed uitspreken, waar dat niet uit naar voren komt. Ik noem hem mevrouw Segerius, want die naam kan ik niet aan. Jilsgus. Heb je een bitje in of zo? Ja, wat is er? Want ze is vrouw, ze is Turks-Koerds. Ze is helaas niet lesbisch, dat was ook mijn voordeel. Ja, ik ben voordeel. Ik ben voor. Ja, ik heb me ook aangesloten. Absoluut. Ik kan je nog één keer Jesugus voor mij zeggen, want jij zei dat zo mooi net. Jesugus. Voornaampje kan ik wel. Hoe heet voornaam? Dylan. Dylan. Ja, kijk, ze speelt een flinke meid, dat vind ik prima. Die is nog niet aan het grote werk toe. Nee, de VVD is een sterke partner. Ja. Die hebben verleden jaar hebben ze alles uit handen gegeven. Dus waarom zou je die hun 57ste kans geven? Streep door de VVD? VVD hoor ik. Streep doorheen, ja. Die is bij Johan verdwenen. Je serieus.